Peter, een 2-0 nederlaag. Wat vind je van die uitslag? Ja, onnodig. Als je zelf niet goed speelt en je bent toch volledig in controle, dan is het zuur dat je hier met 2-0 uiteindelijk weggaat. Onnodig. Yeah, it could have been different result. But what, you know, one moment to change the whole game. So yeah, it's pity. Yeah. What happened at that moment? Well, we had the challenge with my play, and I was really unlucky in the box. You know, I was defending and one player and this other player that touched the ball and I touched him, so you know, but before that I believe it was offside. So you know, with a small moment, small chances could have been differently and then it would can be different result. Penalty moment is cruciaal vandaag. Ik sprak net Kasia, die zei ik raakte hem inderdaad. Maar als ik even terugga naar de eerste helft, dat was een soort gelijk moment. Ja, maar je vergeet nog wat bij die situatie. Omdat als je goed kijkt, wordt er een sliding gemaakt waar Congolo buiten het veld terechtkomt. En die neemt de bal mee, is gewoon buitenspel. En er staat een grensrechter op de achterlijn die dat moet zien. Lijkt me niet zo ingewikkeld. En hij stond er zelf, dacht ik, op 2 meter vandaan. Guram raakte hem inderdaad, zei hij. Maar het was gewoon buitenspel in die situatie. Want Congolo neemt hem eerst mee en daarna wordt hij geraakt door Kasia. En die eerste helft, ja, dat was duidelijk een penalty. Ja, ik denk dat als je hem aan de andere kant op die manier zou vallen, dan had hij hem daar absoluut gegeven. Ja, je hebt zelf hier gespeeld. Is het dan de kracht van de Kuip, zoiets? Ja, dat is zo. En het is frustrerend als je er tegen speelt. En daarom was het maar goed dat ik niet in het veld stond. Yeah, just before half time, there was also a moment Vitesse could get a penalty. How did you see that? Well, I think exactly the same situation that we had, and we get the penalty, and we didn't get the penalty. So I mean, you know, it could have been differently, you know, and in the first penalty situation could have been whistled, and you know, we could have penalty as well, and then result would be totally different. So. Yeah, but there's the small things in the football, and small things to change in the game. And referee can also make mistakes, but you know, today was against us, so that's what we get. Ik vond Feyenoord niet bijzonder spelen en wij ook zeker niet. Zeker ook in die fase vlak voor die strafschop waren we veel te gehaast, schoten we die ballen weg, te weinig gevoetbald. Dat zijn momenten waarop je aan het voetballen moet komen. Er lag zoveel ruimte om te voetballen. En dat hebben we nagelaten en dat is ook de reden waarom we te weinig kansen gecreëerd hebben.